De gemeente Nijmegen heeft in wijkcentra in Nijmegen flyers verspreid over vuurwerkvrije zones in de Nijmeegse wijken Neerbos Oost en Tolhuis. In de folder valt te lezen dat het afsteken van vuurwerk is toegestaan van 31 december 6 uur tot 1 januari 2 uur, behalve in de vuurwerkvrije zones in Neerbos Oost en Tolhuis. Burgemeester Bruls geeft toe dat die laatste zin nooit op de flyer had mogen staan, omdat de raad nog moet instemmen met de vuurwerkvrije zones. Dat had daar niet mogen staan, dus dat kun je wel zo beschouwen dat dat een onhandigheid is. Dat had daar niet mogen staan. Voor het overige dat die folders er liggen, is juist op verzoek van de raad, omdat we sinds, ik geloof vorig jaar of het jaar daarvoor, dat we even vanaf zijn, kun je via de bel- en herstellijn en app, kun je ook overlast melden. En daar hoort ook bij, heeft de raad gezegd, terecht, dan moet je het wel breder communiceren. Dus men is vanaf begin december begonnen te communiceren. Ja, en heeft daar alvast in opgenomen, niet specifiek benoemd, dat er ook nog in Neerbos Oost en Tolhuis een vuurwerkvrije zone is. Dat is de enige regel die er staat. Die had er helemaal niet hoeven te staan en het had er ook niet mogen staan. Want ja, besluit moet natuurlijk nog vallen. Stel dat de raad het niet zal toestaan, dat we het niet mogen gaan doen als college van BMW. Dan is die communicatie ook heel erg eenvoudig. Want dan zullen wij natuurlijk zeggen, het is niet in de orde, maar dan hoeven we ook niks aan te wijzen. Dan zal niemand er ook iets van merken. Die folder is niet bedoeld voor de vuurwerkvrije zones aan te melden, maar die is bedoeld om mensen erop te attenderen hoe ze overlast kunnen melden. En daar moet je echt weken van tevoren al mee komen. En nogmaals, het was ook een wens van diezelfde raad of we daar breed over zouden communiceren. Deze zin is er ingekomen, maar de hoofdmoot van die folder gaat niet over vuurwerkvrije zones, maar over vuurwerkoverlast. Op basis van vuurwerkoverlast tijdens voorgaande jaarwisselingen in Neerbos Oost en Tolhuis zijn er binnen deze wijken potentiële vuurwerkvrije zones aangewezen. Mits de raad instemt met de uitvoering van de proef, verwacht Bruls positieve bijwerkingen. Wel benadrukt de burgemeester dat een geheel vuurwerkvrij Nijmegen niet in de planning staat. Kijk, ik maak er geen geheim van. Ik persoonlijk geef er helemaal niks om. Ik zou mensen echt zeggen, steek je geld in iets wat anders. Geef je vrouw een leuke jas. Koop voor jezelf iets moois of omgekeerd. Let op wat er aan verwonding ontstaat. De overlast van mensen en dieren is heel erg vervelend. Dus ik zal geen traan laten. Ik haal geen traan laten als het niet meer zou mogen. Maar ik snap ook wel dat het mag, dat het een traditie is. De regering gaat dus nu voor volgend jaar, dus niet voor dit jaar, toestaan om een hele gemeente vuurwerkvrij te gaan maken. Nou, daar zullen we uiteraard in de gemeenteraad denk ik wel een goed debat over hebben te voeren. Want dat is een hele vergaande maatregel. Eén ding kan ik nu al aankondigen. Om voor een hele stad vuurwerkvrij te zijn, ja, daar hebben we zeker geen handhavingscapaciteit voor. Een paar beperkte zones, daar werkt het. Maar als je het merendeel of de gehele stad vuurwerkvrij, niet alleen tas je die traditie aan waar aantal mensen in hechten, maar dat is ook niet te handhaven.